Nou, ik ben Jeroen van de Clement en ik doe mijn presentatie over het computerspel Max Payne. Het is mijn favoriete computerspel. Het is een reeks van twee spellen, Max Payne 1 en 2. En er is twee weken geleden is er ook een film van uitgekomen. Max Payne is een heel filmachtige first-person shooter. Dat houdt in van first- en third-person shooter. Dat houdt in dat je in de rol kruipt van een personage waarvan je door zijn ogen kijkt en het draait om het schieten in het spel. Je bent een politieagent in New York en in de tijd waarin je leeft gaat het niet echt goed met New York. Dat is allemaal één grote drugscene. Jouw mede-collega's zijn corrupt geworden en daardoor gaan jouw vrouw en je dochtertje worden vermoord. En het spel, deel 1 en 2, draai je voornamelijk om het uitzoeken wie nou eigenlijk de daders zijn. Die er achter je aan zitten en wie je hebt genaaid, zeg maar. Het is een heel populair en bekend spel geworden, dat het grafisch heel sterk was. En in vergelijking met andere spellen was het eigenlijk meer een film waarin je zelf de rol speelde. En toen ik het speelde, ja, je speelt het een uur, je zit helemaal in het verhaal, zeg maar. Het wordt door heel veel tijdschriften ook beschreven als een film noir spel. En dat noir betekent gewoon met je thuisgekant. Je ziet een beetje, het is een en al sfeer, zeg maar. Je leeft in het donkere New York. Het spel is eigenlijk 90% van het spel speelt zich 's nachts af. Dus je hebt echt zo'n donker sfeertje. Je hebt twee delen. Het eerste deel gaat er eigenlijk om de ontkennings. De beginfase, zeg maar. Je vrouw en dochter zijn net afgemaakt en je gaat op zoek naar wie er achter je aan zit, zeg maar. En in deel 2 komt eigenlijk pas de revenge, de aanpak. Het spel is zo populair geworden dat. Het heel voorspelbaar was dat er ooit een film van zou komen en die film is zojuist uitgebracht. Het is geen deel 1 en 2, de film is gewoon overkoepelend van het spel deel 1 en 2, maar de verhaallijn wijkt heel erg af van het verhaal zoals in het spel zit. Dus het is wel onderdeel in, maar de film is een standalone, heeft weinig met het spel te maken, maar wel dezelfde sfeer, zeg maar. En de hoofdrol wordt gespeeld door Mark Wahlberg en dat vind ik een beetje jammer, want het is niet echt goede vertolking van het personage in het spel. Nou, voor de rest, dat was het.